Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan we een soort mystery box video doen, maar dan anders. Je moet de keuze maken uit boxen. Blijkbaar scoort dit echt ontzettend op YouTube en daarom gaan we het nu doen. We moeten niet gaan liegen. Het is ook omdat we het leuk vinden, maar ook omdat we weten dat mensen het leuk vinden. Ja, mensen vinden het leuk om te kijken dat je een doos openmaakt en dat er iets in zit. En wat erin zit mag je hebben. Ja, je moet niet de verkeerde kiezen, want je kan ook dikke vette pech hebben. Je hebt verschillende kleuren dozen, wij mogen allebei een doos kiezen. En wie weet wat er allemaal in zit. Soms zijn het leuke dingen, soms zijn het minder leuke dingen en soms is het volgens mij zelfs niks. Zullen we gewoon gaan beginnen met dozen nummer 1? Dozen nummer 1? Moet je kijken. Wow! Wow, wat een doos zeg! Ja, groen voelt toch altijd goed hè? Ja, vind je? Nee, ik heb dat met blauw. Echt? Ja, maar rood, die wil je gewoon al niet pakken omdat die rood is. Welke doos wil jij? Jij mag kiezen, want jij bent ik wil blauw! Een ladies first. Oké, dan pak ik rood. Ik ga het gewoon doen. 3, 2, 1... Ja! Ik heb iets, tenminste. Wat is dat? Het is een knuffelkat. Oh, dit is echt weer zo'n video waar ik heel melig van ga worden. Ik heb een knuffelkatje. Ja, zo werken deze video's maar, toch? Maar mogen we dan nog wel weten wat hierin zit? Ja, dat wil ik wel weten, maar dit is voor mij. Oh mijn god, het is een grotere knuffel volgens mij. Oh, wie had verwacht dat ik op mijn 30ste nog zo'n video zou maar zitten maken. Ieuw, schattig. Nee, die is niet voor jou. Oh, weg. Die gaat weg. Ja, dit is hoe die video's gaan. En dit vinden mensen leuk. Mensen vinden het fantastisch. Maar ik sta nu met 1 punt voor, of is het niet met punten? Mag die? Ik wil even aaien. Nee, is voor mij. Wat eigenlijk Jang is echt in moeten stoppen. Ja. Maar dat had je denk ik al snel doorgehad. Ik ging één doos zo lopen. Oké, dan gaan we nu door naar de tweede dozenronde. Wow! Er staan weer 3 dozen. Hoe gaat dat? Hoe kan dat toch? Ik kies rood. Oké, fijn. Ik kies groen dit keer. Zal ik beginnen dan? Doe maar, Dylan. Nou! Zit het erin misschien? Nee. Oké, shit. Het is jouw eigen verlovingsring! Die is net anders, maar ik denk dat iemand mij dus opnieuw ten huwelijk wil vragen. Maar... Liefste, wil je met me trouwen? Je hebt geen ring. Nee, nee, alsjeblieft. Je hebt, doe geen het ring, je hebt geen ring om je vinger. Dit is je verlovingsring gewoon. Maar wat zat er hier dan onder? Ah, een nepring! Die mag je hebben van mij. Oh nee, trouwens, die mogen we allebei niet hebben, want we hadden die niet gepakt. Dus ik mag hem ook niet weggeven. Ik krijg allemaal dingen die ik en niet had en iets wat ik hoop echt dat de edit dan in zo'n rondheid ding op jouw gezicht heeft gezet. Dat vind ik zo grappig, dat effect. Zo grappig! Wij gaan door naar de volgende dozen. Wow! Hoe dan? Dit is echt gewoon Hans Kazan. Is Hans Kazan hier net geweest toevallig? Jij mag weer kiezen. Nou. Ik denk dat ik nu voor rood ga. Waarom doe je het niet open? Je wilt toch aan de kijkers laten zien? Oh my god. Wat? Nee joh! Ik heb een mega chupachoep. En ik heb een kleine poepachoep. Daar heb ik toch helemaal niks aan vergeleken met dat. Wacht, ik ga deze even uitpakken. Weet je wat ik trouwens wel jammer vind? Ik hoor dat hier kleine chupachoeps in zitten. Waarom maken ze niet een keer een echt zo'n mega ding? Altijd die grote chupachoeps zijn eigenlijk gevuld met kleine, maar je moet echt zo... Oh ja, dat is wel stom inderdaad. Hier, dan pak ik die wel, dan kun je die... Nee, blijf van mijn chupachoep af. Hey, dit is vet man. Oh, dit is wel gaaf. Geloof het of niet, we gaan nu door naar nieuwe dozen. Wow! Ik pak rood. Nou wil ik eens een keer. Nee, maar ik ben nu. Jij ik was net. Jij hebt net gekozen, ik ben nu. Ik pak rood. Wat pak jij dan? In blauw. Een wc-rol? Wat heb ik nou aan een wc-rol? Ik heb niks. Ah, yes, ik heb een wc-rol. Oh, het lijkt wel die periode, begin maart van corona, dat je dan naar het supermarkt... Weet je hoe blij je ermee moet zijn tegenwoordig? Ja. Nee, oh! Wow, vet man. Ja, maar helaas, die is voor niemand hier. Hé, mijn buik wordt steeds groter en groter. Ja, dat is wel raar en naar. Wij zijn goed bezig. Wow! Welke kleur wil je? Nou. Dan pak ik rood. Wow, vet. Wow, en na 4 hebben we nou hetzelfde? Waarschijnlijk staat er iets op. Ik krijg een kusje van de ander. Je krijgt een kusje van de ander. Ik moet prank call een YouTuber. Misschien kun je mij nu eerst een kusje geven? Nee, maar wie zegt dat we dit moeten doen? We hebben dit papiertje. Dat hebben we gekregen. Dat staat niet op dat je dat moet doen. Kom op. Dylan, godverdamme, dat was geen kusje. Maar ik moet dus een YouTuber prank callen, maar ik heb geen telefoon. Ik wel. Ik bel Koen van Hees en zeg, word boos op hem dat jij niet in Kaasje zit als karakter. Ik bel hem inderdaad. Dat je het echt een beetje jammer vindt omdat jij met Kaas altijd bekend bent, dus jij er niet in zit. Doe. Dat vind ik echt heel raar. En heel serieus, Kaas. Ik vind dat echt wel een beetje vaag. Ja. Hallo?
Het is 12 uur 's middags, dus bijna alle YouTubers slapen nog. Huh? Koen belt terug! Yes. Koen belt terug! Yo! Heel goedemiddag! Luister, ik belde even voor het volgende. Jij hebt toch die app Kaasje? Nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Dat is best wel groot volgens mij. Ja, klopt ja. Ja, ik vroeg me eigenlijk af van... Yo, waarom zit er eigenlijk nog geen skin van mij bij? Want ik ben ook wel een beetje bekend om kaas en zo. En tosti's en gesmolten kaas. Dus ik vroeg me af hoe dat zat. Ik moet zeggen, ik heb dus lijstjes met mensen die ik wil gaan vragen. Daar sta je uiteraard ook op. Ja, ja, want ik zag die shit en ik dacht wel van ja, ik vind dat wel een beetje zuur, snap je? Ja, dat snap ik heel goed, hè. Je wil het dus graag in, hoor. Ja, dat lijkt me wel lijp, ja. Maar misschien moeten we het nu anders niet meer doen. Dat kan ook, want... Nee, grapje Koen, tuurlijk niet, jongen. Ik ben een video aan het opnemen en ik moest een YouTuber prank callen. Wat een fantastische prank. Geprankt! Wat slecht. Oh, dit was geen goede prank. Oh, maar misschien had je wel zoiets van... Nou, dat had ik nou niet van die Dylan verwacht, maar de arrogantie zeg. Maar zou je er wel in? Ja, nou lijkt het alsof ik er wel voor heb gestreden. Ik moet toch nog even een keer met Armo en Snapking bellen, want daar word ik er beter in, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Die hebben er meer verstand van. Die hebben er meer kaas van gegeten. Ik kon het niet meer houden toen Koen zei... Wat? De King's Track, jongen. Rood gezicht. Oké. Een auto? Denk dat ik blauw kies. Niks! Ja. Wat is dit dan? Oh. Dat is de Tesla sleutel. Nee. Nee, Marit. Die is voor niemand. Dan betekent dat wij de Tesla in deze video weg gaan geven. Het is, ja, vroeg of laat moet het gebeuren. Nee. Jullie zijn weer geprankt. Jezus, wat een prank video. We worden constant geprankt. Het is echt een plezier wat we hebben. Yo, nieuwe dozen. Oh. Wow. Ja, welke doos kies je? Goed. Ik kies rood. Ik heb vrij veel geld. Ja, maar dat is best wel fake. En ik heb dus echt geld. Wacht, dit is gewoon nepgeld of wat? Kijk eens. Dit is gewoon gekopieerd. Weet je, ik heb voornamelijk papier vandaag. Hé, hey, maar papier, wat mag ik hiermee doen? Papier. Wat mag ik hiermee doen? Ja, hebben. Echt? Ja, zo werkt het toch? Oké. Dan stop ik het er ook hierbij. Oké, we gaan weer een doos krijgen. Wow! Ik mag eerst kiezen. Blauw. Oké, doe maar. Oh my god. Wat heb jij? Welke kies jij? Ik kies deze. Stel, ik heb je nooit. Niks. Dit is wel vet. Is deze video gesponsord door... Nee, want Apple sponsort nooit wat. Wow. Is gewoon leeg. Zijn wij nou geprankt? Is dit nou hoe het gaat, jongens? Dus ik prank iemand, dan prank ik de kijkers en vervolgens pranken jullie mij. Een dummy telefoon. Dat is wel vet, hè? Dat vind ik dus gaaf, zo'n dummy telefoon. Ja, maar die mag jij niet. Dit was het. Oh. Oh, zullen we eens even kijken wat er buiten is? Ja. Een iPhone. Doos. Een mega chupa chup. Een toiletrol. Een kusje van Anna. Een auto. Ja. Dat was het. Ja. Heb je serieus bijna eigenlijk niks gehad? Oh nee, 10 euro. Dat zit in mijn truitje. Oh ja, die heb je wel al snel geïnt. Ja, die heb ik hier. Oké. Ik heb nog een poes. Ik heb... Geld, nepgeld. Mm-hmm. Hoeveel heb ik? Ik heb een chupa chup. Je hebt vet veel. En ik heb een prank call aan YouTuber. Ja, nou het is duidelijk wie de winnaar is. Opgeteld qua prijs heb ik het meeste. 10 euro plus dit zal wel ongeveer 6 euro zijn. 16 euro. Dit is niks. Dit is 2 euro. 1 euro. Misschien 50. Is dit wel een super uniek uitgeprint, dus 3 euro. Dus ik heb gewonnen. En die krijgt een massage van de andere. Vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. Klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik op het belletje. En je hebt hier afspeellijsten in beeld zien komen. Als je daarop klikt, zie je andere video's van dit kanaal. En kijk ook nog even op het kanaal van Koen als je dat nog niet hebt gedaan. Ja. Die gast die krijgt er nu 600 miljoen abonnees per maand bij. Maar doe er nog even eentje extra als je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer maar weer. Later! Later. Download nou Kaasje!